ga met jullie drie onderdelen doen van boksen. We gaan eerst een commandospelletje doen. Daarna gaan we piramide stoten. En daarna gaan we op commando stoten. Bij het commandospel zijn drie regels. Als ik één zeg, dan tik je de grond aan. Zeg ik twee, spring je omhoog. En als ik drie zeg, dan doe je vijf sit-ups. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Heb je toevallig een matje in huis? Dan zijn de sit-ups natuurlijk nog makkelijker te maken. Kun je gewoon lekker op het matje zitten, heb je ook geen last van je rug. Nou, we gaan beginnen. En ondertussen blijven rennen. 1, 2, 1, 3, 5, en weer rennen. 1, 1. 2, 2, 1. Oké, dat was heel goed. We gaan het nu doen. Ik kan het nu ook fout doen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg 1, maar ik spring in de lucht, gaan jullie de grond wel aantikken. Dus 1 is grond aantikken, 2 is springen en 3 is sit-ups. Dan gaan we. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Als het goed is, zijn we nu allemaal een beetje warm. Dan gaan we nu piramide boksen. Wat heb je ervoor nodig? Helemaal niks. Heb je toevallig handschoenen, dan kun je die gebruiken, kun je die aandoen. Maar in principe heb je niks nodig. Wat wel belangrijk is bij deze, is hoe je je hand houdt. Je legt je duim op deze manier op je handen, op je vingers. Doe je de duim recht omhoog, kun je er zo last van hebben. Doe je de duim onder de vingers, kun je ook heel veel pijn krijgen. Dus je moet hem echt op je vingers leggen. Oké, daar gaan we.
2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Als dit nou veel te makkelijk voor je, kun je natuurlijk ook de piramide nog groter maken. Of nog kleiner, als je hem te moeilijk vond. We gaan hem nu doen met 20. Dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En weer terug. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Maar je mag natuurlijk ook nog de kleine piramide doen. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, nog één keer. Ik mag eerst nog even pauze houden, maar ik doe nu één keer tot met 10 en dan weer terug. Ondertussen, als je even niks te doen hebt, kun je een beetje lekker dansen. Een beetje je armen losschudden, je benen losschudden, even bijkomen. Daar gaan we. 2, 4, 6, 8, 10. 8, 6, 4, 2, heel goed, dat was hem. Om de training af te sluiten gaan we stoten op commando. Dus als ik zeg 2, doe je 2 stoten naar voren. Zeg ik 4, en 2, 3, 4 doe je dan. Zeg ik 3, doe je 1, 2, 3. Begint altijd met je linker om vervolgens met je rechter te doen. Dus altijd beginnen met links. Maakt niet uit hoeveel stoten. Als ik zeg 3 omhoog, doe je 1, 2, 3 omhoog. Zeg ik 4 omlaag, doe je 1, 2, 3, 4. Je kunt ook 2 links, 1, 2. Of 2 rechts, 1, 2. Gaan we beginnen. Twee, vier, twee, gaan we naar omhoog, drie, twee, drie, dan gaan we naar onder, drie, twee, vier, dan gaan we naar links, drie, vier, twee, 1, 1, nu gaan we naar rechts, 3, 4, 5, nou gaan we alles door elkaar heen doen, 3 naar voren, 2 omhoog, 3 omlaag, 4 naar links, 4 naar rechts, heel goed. 2 naar voren, 4 naar voren, 2 omhoog, 4 omhoog, 2 naar links, 5 naar links, 3 naar rechts, 4 naar rechts, 3 naar voren, 3 omhoog,
goed. Dan gaan we alles husselen. 3 naar voren. 4 naar rechts. 5 naar links. 4 naar voren. 2 omhoog. 8 naar beneden. 3 naar voren. 4 naar links. 4 naar rechts. 3 naar voren. Heel goed, dat was hem.